Iedereen van harte welkom op deze voor Boxtel bijzondere avond. Ook de mensen op de publieke tribune die in groot getale opgekomen zijn. Het is goed dat u er bent. En het is voor het bestuur fijn om te weten dat er zaken spelen die in ieder geval de inwoners van Boxtel bijzonder interesseren. Het is een beetje druk, dat zorgt misschien wat voor wat extra geluid. Ik zou u toch willen vragen om vandaag te proberen dat tot een minimum te beperken. Het is de bedoeling dat de raadsleden hier vandaag ook op hun manier een goede discussie kunnen voeren. En zich in die zin ook vrij voelen om een goede discussie te voeren. Dus ik zou u willen vragen om daar de raadsleden ook de gelegenheid voor te geven. Goed, dank u wel. Dan wil ik de heer Van der Zanden als eerste het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Vandaag een historische avond voor de toekomst van Boxtel. En feitelijk kunnen we het eigenlijk kort houden. Er zijn twee oplossingsrichtingen uitgewerkt die beide technisch en binnen het afgesproken financieel kader kunnen. En die we beide als Boxtel alleen niet kunnen betalen. Maar we hebben wel de keuze. Balans kiest daarbij voor de autotunnel, want een fietstunneltje lost voor Boxtel niets op. Bovendien heb je nu de kans voor het aanleggen van een autotunnel met financiers. En mocht in de toekomst blijken dat, om wat voor reden dan ook, het gewenst is om het gebruik af te remmen, dan is dat altijd nog mogelijk. Bij een keuze nu voor een fietstunneltje is er nooit meer de mogelijkheid om op te schalen naar een autotunnel, mocht dat in de toekomst toch nodig zijn. Het voorbeeld hebben we in Boxtel, waar het niet goed gegaan is, dat is bij de Ossenpadtunnel. En normaal gesproken stoot een ezel zich geen twee keer aan dezelfde steen. Bovendien is het voor balans onbegrijpelijk dat de gehele raad in april, met name het gebied rondom de Leenhoflaan, de Verkuikstraat en Essenheiken, een hart onder de riem steekt, door te kiezen voor spreiding in dat gebied. En nu, door te kiezen slechts voor een fietstunneltje, in feite het gebied laat vallen. Extra verkeersoverlast in dat gebied. Er zijn in ieder geval daarmee valse verwachtingen gewekt. Bovendien zijn er op veel plekken, als gekozen wordt voor een fietstunneltje, aanvullende maatregelen nodig. Waarin het huidige plan geen geld voor is. En waarvoor onze partners ook niet meer voor opdraaien. In een fietstunneltje ben je in de ogen van balans bezig met het verplaatsen van het probleem. Zelfs naar specifieke woongebieden. Maar niet met het oplossen daarvan. Terwijl daar nu de uitgelezen kans voor is. Een oudere dame sprak me kort aan en vertelde dat ze, zolang zij zich herinnerde, de dubbele overweg een probleem was in Boxtel. En hoe het dan toch kan dat er nu gekozen lijkt te worden voor het vergroten van het probleem, terwijl het nu op te lossen is. Zij vroeg mij of dat ook bij politieke spelletjes hoorde. Op de laatste vraag heb ik maar niet geantwoord. Maar ik heb wel aangegeven dat het voor mij ook onbegrijpelijk was dat er aan de vooravond van opheffing van sommige partijen, die altijd gepredikt hebben voor een centrumtunnel, in één keer nu lijkt gekozen te worden voor een fietstunnel. Soms na een politieke bestaan van ruim 40 jaar. De oudere vrouwtje vroeg me ook de namen van degenen die voor het historische besluit verantwoordelijk zijn. En ik dacht, dat vrouwtje voorzitter zou ik graag willen vragen om straks hoofdelijke stemming bij dit onderwerp. Met name omdat het een historisch besluit is. Duurzaamheid is een ander containerbegrip waar Boxtel zich mee op de borst klopt. En bij een goede balans tussen de mens, de omgeving en de economie zijn wij daar ook voor. Het imago van Boxtel op het gebied van duurzaamheid heeft al een behoorlijk deukje opgelopen. Maar bij een keuze voor een fietstunneltje is er echt geen sprake van duurzaamheid. Aangezien ten eerste het milieu gigantisch belast wordt door extra omrijkilometers. Ten tweede de Boxtelse economie het zeer zwaar krijgt. En dat zou onze burgemeester in zijn andere rol als portefeuillehouder economie eigenlijk niet moeten willen. En ten derde als hele woonwijken opgezadeld worden met verkeersoverlast. En grote delen, en dan denk ik met name aan Ladonk, Lennisheuvel en de Kalksheuvel, in een isolement komen ten opzichte van de rest van Boxtel. Dat komt volgens ons de leefbaarheid van de mens. Die neemt daarmee niet toe. Niet doen dus. Vaak wordt in de discussie over de dubbele overweg ook gewezen op het verkeer wat vanaf Schijndel ter plekke bij de dubbele overweg komt. En daar zijn vervolg kiest.
Maar dit blijken uit de gegevens maar 500 auto's te zijn van de 7500. En met een keuze voor een autotunnel blijkt uit het rapport dat de belasting van de Baroniestraat afneemt ten opzichte van de autonome ontwikkeling in 2020. Een ander probleem signaleert Blans met betrekking tot de aansluiting van Tongeren voor de fietsers middel een fietstrap. Dat lijkt ons geen praktische oplossing en ook niet stimulerend voor het fietsgebruik. Wij begrijpen ook wel dat een hellingbaan ook niet de gewenste oplossing is, maar wij denken, indachtig ook de inspraakreactie van de Fietsersbond, dat er betere en praktische oplossingen zijn. En wij roepen het college bij monden van een motie dan ook op om samen met de Fietsersbond, het gehandicapte platform, maar ook de omgeving te kijken naar een praktische oplossing. Daarnaast dienen wij dus een abonnement in op het voorstel van het fietstunneltje. Want wij zijn duidelijk voor een autotunnel, inclusief fiets- en voetgangers. En dan wel bij het centrum bij de dubbele overweg. Balans kiest dus duidelijk niet voor een tweedeling in Boksel, maar kiest voor één Boksel. Lennenseuvel, Ladonk en Kalkseuvel hebben altijd bij Boksel gehoord en horen dat, als het aan Balans ligt, in de toekomst ook nog. Het verplaatsen van problemen is daarnaast in de visie van Balans ook geen goed besluit. En wij hopen dat de meerderheid van de Raad, nu er de kans is, ook echt gaat voor de beste oplossing. Een autotunnel in het centrum. Tot zover. Goed. Dan hebben we hier van de Zanden gehad. Dan ga ik even terug naar mijn andere blaadje. En dan gaan we over naar de heer Maassen. Meneer Maassen, u hebt ook 5 minuten. Ja, dankjewel voorzitter. Ik zal die 5 minuten niet nodig hebben. Wij zijn meestal kort voor stof en heel duidelijk. Het mag ook duidelijk zijn dat er 2 varianten gekozen kunnen worden. En wat wij al in de pers en in de ruimtelijke zaak al duidelijk hebben gemaakt is, kiezen wij voor het voorstel dat het college op tafel legt. En dat is de fietstunnel en niet fietstunneltje. Wij kiezen duidelijk voor de P van People, wat we al hebben aangegeven. En we denken dat de leefbaarheid eindelijk eens een keer in Boksel structureel tot stand gaat komen in bepaalde wijken van Boksel. En zeker gezien nog de wijk, de weg die er gaat komen rond Kalkseuvel heen, zien wij geen belemmering om die variant te doen. Het is ook een logisch gevolg van de besluiten die we voorheen hebben genomen. In de laatste raadsvergadering van april zijn we tot 2 varianten gekomen. We moeten nu vanavond kiezen. En het mogen duidelijk zijn dat wij met de PvdA links het voorstel van het college volgen. Zeker gezien ook de argumentatie in het voorstel op bladzijde 4, waar we eigenlijk niemand over horen. Die zit gewoon hartstikke goed in elkaar en past ook binnen onze ideologie en het karakter van de PvdA GroenLinks. Dankjewel. We gaan verder naar de heer Van der Wetering. Aan u het woord. Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, heel kort wil ik nog even terugkomen op het verleden. We hebben een wethouder hier zien vertrekken met een oplossing tunnel Leenhoflaan naar het ministerie. Vervolgens is ook nog eens geprobeerd, nadat wij criteria hebben vastgesteld, om opnieuw een tunnel voor de Leenhoflaan in beeld te brengen. Maar gelukkig, en ik ben daar ook dankbaar voor, hield de Raad haar rug recht. De inspraak was er geweest. Mensen hebben hun zegje kunnen doen. De oplossingen zijn aangedragen. En deze variant ging dus gelukkig van het lijstje af. Daar kom ik even op. De zaken die de huidige oplossingen betreffen. We gaan kiezen uit 2 varianten. En Boksers Belang doet dat graag op basis van cijfers, van duidelijke zaken. We weten dat er bij iedereen, en ook ik en ik denk de anderen ook, zijn de laatste dagen en de laatste weken bestookt met opties, meningen, gevoelens. Maar we moeten hier een besluit nemen op basis van zaken die ertoe doen. En natuurlijk doen meningen van burgers ertoe. Maar het is zo verdeeld, en dat is al 30 jaar zo, dat er nu eindelijk tijd is om een definitief besluit te nemen. Wij zullen dadelijk onze mening daarover kenbaar maken. Wij vinden dat het verkeer niet in de wijken thuis hoort. En we vragen van Kalkseuvel daarom natuurlijk een stukje solidariteit. Dat is duidelijk. Als je niet kiest... Dames en heren, ik wil u verzoeken om stilte te houden. Als je niet kiest voor de tunnelvariant. Het langzaam verkeer
kan wel door de tunnel. Dus dat is verzekerd. Dat hebben we ook altijd beloofd. Met de auto moeten mensen een beetje omrijden. Maar dat geldt ook voor andere mensen. Niet alleen voor Kalkzilver, dat geldt ook voor de mensen in het dorp. Die moeten ook omrijden. Die dubbele overweg die gaat dicht in onze optie van het verkeer. Uit de cijfers blijkt dat de Tongense straat, dat het verkeer wat daar doorgaat, 75% doorgaand verkeer is of extern verkeer. Dat is een feit gewoon. Dus het onderbouwt eigenlijk de leefbaarheidsgedachte die wij als Boksersbank hebben, dat je dat niet moet willen. Wij hebben nog de vraag, wat gaat er gebeuren als het plan niet geaccepteerd zou worden door de andere overheden? Wanneer wordt dit duidelijk? Blijft de overweg open, en daar zou ik zeker voor pleiten, totdat de definitieve oplossing voor Bokstel gerealiseerd is? En kunnen we daarom dus ook op korte termijn zouden we dan sneller met maatregelen moeten komen om alvast zaken in gang te zetten? Wanneer kunnen we daar definitief mee starten? Voorzitter, wij opteren voor de optie B14, B15. Tot zover. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Van der Wetering. Dan ga ik verder naar de heer Van Erp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik zal ook beginnen met dezelfde woorden als de heer Van der Zanden. Historische avond. Alleen, ik zit wat langer in de raad, dus ik heb meer van die historische avonden meegemaakt dan hij. Voorzitter, laten we beginnen dat we ooit een strategische visie aangenomen hebben. Laten we ook beginnen dat we ooit een GVVP aangenomen hebben. En als je kijkt naar een GVVP, naar een strategische visie, dan zou je daar mogelijk iets anders naar kunnen kijken. Voorzitter, het CDA kijkt naar bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid. En de essentie is dat er in het centrum geen verkeer komt wat in het centrum niet thuis hoort. En ik hoorde een van de collega's al praten over een tweedeling. Ik heb zelfs gesproken over een vierdeling, kun je zeggen. En dan is het ten noorden en ten zuiden van Baroniestraat. Voorzitter, aan de Baroniestraat zit een grote basisschool. Zit het Centrum van Jeugd en Gezin, zit een museum, zit een jongerencentrum. Vlakbij zit het seniorencomplex van Simeonshof. Het is een hele enge straat. Het is geen doorgaande weg. Het moet ook geen doorgaande straat worden in onze gedachten. CO2-uitstoot, geluid, fijnstof, dat hoort daar niet thuis. Het verkeer zou wat ons betreft naar de buitenwijken moeten. Voorzitter, dan is er in het verleden ooit gesproken over een dure voorziening bij de dubbele overweg. Maar die moest dan met paaltjes of met stoplichten of met eenrichtingsverkeer ervoor gezorgd worden dat je die dure voorziening maar half kunt gebruiken. Voorzitter, mij moet van het hart dat in 2001 een bepaalde wethouder in deze zaal, Van Elderen, een soortgelijk plan had. Dat in 2005 een andere wethouder ook een soortgelijk plan had. En ik hoop, voorzitter, dat wij vanavond wel een oplossing, wel een besluit nemen. De oplossing weet ik niet, maar een besluit wel. Voorzitter, wat CDA betreft zou het het beste zijn dat er contact wordt gelegd tussen de Talkweg en de A2. En dan zou je een tunnel moeten maken met alle ins en outs ten noorden van, misschien nog wel ten noorden van het S. Heiken. In ieder geval aansluiting aan de A2. En dan maak je de ringweg rond Boksel compleet. Ook dan, voorzitter, moet je de Kulsebaan opknappen. Ook dan moet je de Eindhovense weg opknappen, want er zal ongetwijfeld meer verkeer komen. Voorzitter, als ik kijk naar onze buurgemeente, waar we nog geen maand geleden graag mee op vrijerspad waren gegaan, Sint-Oederode en Schijndel, dan hebben ze daar gezorgd dat al het verkeer wat niet in het centrum thuis hoort, buiten het centrum blijft. Dat wil eigenlijk zeggen dat het CDA kiest voor de minst slechte oplossing van deze twee. En de minst slechte oplossing is de B14, B15 variant 6. Wel zou er gekeken moeten worden, zeker als de Kulsebaan drukker wordt, dat er een goede fietsomsluiting vanuit Lennesheuvel moet komen. En ik vind de gedachte die al een paar keer door mijn collega de heer Manny genoemd is, van het bewuste tunneltje vlakbij het benzinestation nog niet eens zo gek. Voorzitter, en dan kijk ik even naar u of naar uw buurman aan de rechterkant, voor u aan de linkerkant. Het probleem met de financiën. Zowel Talk is niet rond, PHS is niet rond. Wat heeft prioriteit? Wat gebeurt het eerst? Wat ons betreft zou in ieder geval eerst de Talkweg moeten. Want als je de Talkweg niet aanlegt en je sluit de dubbele overweg af, dan heb je kans dat mensen op het bedrijventerrein op bepaalde momenten vast komen zitten. En dat mag wat ons betreft nooit voorkomen. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Standpunt is duidelijk, meneer Van Erp. Meneer Manin. Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, ik heb, als het goed is, goed begrepen en mijn voorganger heeft me gelukkig een beetje geholpen met die zaken die ik even in eerste termijn niet wilde noemen. En het gaat onder andere over de centen en dat soort zaken. Maar in ieder geval heb ik begrepen dat er een x aantal jaren geleden geen besluit is genomen waardoor we 35 miljoen of iets in die richting verloren hebben. Niet, althans, niet binnengehaald hebben. Dat moeten we dus deze keer niet doen. Ik vind, als we hier vanavond weggaan, dan moet er een besluit genomen zijn. Welke het van die twee dan ook is. Laten we daar in ieder geval mee starten. Die variantenstudie Tongense Straat, zo heet dat rapport, daar zitten twee varianten in beschreven. En één van die twee zal het toch moeten worden. Het is een enorm lijvig rapport met enorm veel informatie. En je kunt er natuurlijk ergens altijd wel een detail uithalen, zoals net ook al gesuggereerd is van getalletjes op de Baroniestraat. Ik ga uit van mijn gezond, niet boerenverstand, om te kunnen zeggen van die Baroniestraat staat nu vol en die staat met die tunnel straks hartstikke vol. Maar daar kom ik nog even op terug in mijn tekst. Eerder hebben wij aangegeven dus in de commissie ruimtelijke zaken dat we nog niet wisten waar we stonden, omdat er nogal wat haken en ogen aan dat rapport zitten. Dat is niet allemaal 100%. Er zijn vraagtekens bij voor ons. Nou, die hebben we uit moeten liggen kouwen om eruit te kunnen komen waar gaan we staan. En de verantwoorde keuze die we gaan maken, dat heeft te maken met de principiële uitgangspunten die wij als combinatie 95 hebben. De varianten die daar twee liggen, die liggen zo ver uit elkaar dat ze erg moeilijk te vergelijken zijn. Het is veel makkelijker om te zeggen, we kiezen allebei voor een autotunnel. De ene bij de Tongense Straat en de andere bij de Leenhoflaan of wat kan mij schelen. Dan kun je één op één afwegen. Nu hebben we het over een omleiding die dus helemaal de andere kant op gaat. Een heel ander karakter heeft als een oplossend vermogen voor de dubbeloverweg. En aan de andere kant die beruchte autotunnel of beroemde, net zoals je hem wilt laten noemen. Die tunnelvariant die geeft een directe oplossing voor de verbinding van Ladonk en Kalksheuvel aan de ene kant en Boksel Centrum aan de andere kant, maar lost de verkeersdrukte in het centrum niet op. Sterker nog, die neemt, trekt alleen maar aan. Wordt wel ontkend. Mijn gezond boerenverstand, met tussen haakjes het ene, geeft aan dat wordt een verkeersinfarct in die straat. Dat kunnen we niet hebben en dat kunnen we ook aan niemand uitleggen omdat wij als partij voor autoluwe wijken zijn en daar hoort dit deel van Bokstel ook bij. We hebben wel problemen natuurlijk, want als we zeggen we gaan voor die fietstunnel, dan heb je aan de andere kant dus het probleem dat er dan sluipverkeer gaat komen. Sluipverkeer dat zich in de andere wijken van Bokstel kan manifesteren, zoals Bokstel Noord, zoals het Stationsplein, zoals de Parallelweg Zuid. Dat is en was en is voor ons als combinatie 95 ook niet acceptabel. Wij staan voor autoluwe, veilige woonwijken en dat beperkt zich niet tot het centrum van Bokstel alleen. En het is geheel in lijn met het GVVP wat we hier met z'n allen toch altijd omarmen. Daarom kiest combinatie 95 voor de oplossingsrichting B14-B15. Maar wel alleen met een aantal stevige garanties. En ik ga daar verder op in. Als eerste wil combinatie 95 de zekerheid dat er afdoende maatregelen in Bokstel Noord rond het Stationsplein en Parallelweg Zuid genomen worden. Om hier het extra sluipverkeer tegen te gaan. Hetgeen inherent is aan B14, B15 als je daar niets doet. Ik ga er ook weer verder op in. Als eerste, B14, B15 heeft ter plaatse van de dubbele overweg slechts een fietstunnel. En dirigeert al het autoverkeer over de Keulse baan. Hiervoor dienen de knelpunten zoals de verbinding Oorschotseweg, Rotonde de Goor en het enkelbaansprofiel van de Keulse baan aangepakt worden. Dat komt voordat, let op, voordat de dubbele overwegen gesloten mogen worden, zal eerst de Keulse baan aangepakt moeten worden. De burgemeester zei het laatst al, het is natuurlijk zinloos om een proef te doen om die overwegen dicht te gooien, want dan weet je van tevoren al dat het niet tot de tunnel vol staat met de file iedere avond, maar dat het tot aan Rotonde Bosseind vol staat. Dus dat weet je gewoon wat eruit komt, moet je niet doen. Althans niet nu. Waar liggen onze zorgen van combinatie 95? Nou, de in het rapport beschreven oplossingsrichting B14-B15 geeft geen garantie voor een voldoende afwikkeling van het verkeer rond de Keulse baan. Zo suggereert men in het rapport een verkeerslichte inrichting waar nu de rotonde passer is. Terwijl er aan de andere kant de verkeerslichten bij de Oschotse aansluiting als een groot obstakel gezien zijn. Het profiel van Eindhovense weg tussen de Brederode weg en de rotonde is ook minder geschikt ons inziens bij toenemend verkeer daar. Onder het kopje leefomgeving in het rapport wordt met gewoord gerept over de problemen van Lennesheuvelenaren die ze nu al hebben en die straks nog veel meer krijgen te doen. De cijfers die daar staan in het GVVP, en die extrapoleer ik natuurlijk met een dichte overweg, dan kom je al gauw op 15.000 verkeersbewegingen zo rond de Rotonde Bosseind. Dan lijkt het een beetje op een snelweg zoals we die in het noorden kennen, tussen Leeuwarden en Steek of iets van die aard. En daar zullen ze echt geen moeite mee hebben op zo'n snelweg om daar een langzaam verkeersroute te laten kruisen met het tunneltje. Dus ook hier zeggen wij, ga voor die tunnel, dat is de enige fatsoenlijke veilige oplossing. En het is absoluut voor Lennesheuvel en Achterland niet te doen om die horde te nemen zonder
van je sokken gereden te worden. Tot slot, ook belangrijk is natuurlijk als we dat allemaal gedaan hebben. En ik memoreer nog even dat het CDA in ieder geval heeft aangegeven dat de centen ook meespelen als je kiest voor een variant. Want de Keulse baan opknappen kun je helemaal vergeten als je een tunnel maakt. Dat terzijde. De B14, B15 lost niet op de enkele tunnel die er zit in de Keulse baan. Dat wordt de volgende bottleneck. Als het allemaal zo doorgaat zoals wij denken in de prognoses is. Dus hou alvast rekening mee wanneer je de B14, B15 realiseert, dat dat het volgende punt is wat eraan gaat komen. Voorzitter, alles afwegend. De keuze voor de oplossingsrichting B14-15 variant 6 prevaleert wat combinatie 95 betreft boven de C9, maar wel met de uitdrukkelijke voorwaarden dat de genoemde aanpassingen meegenomen worden. Wij dienen hiervoor samen met de andere coalitiepartijen een amendement en een motie in. Dan wil ik de heer Hegeman het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het rommelt in Bokstel en dat zal het voorlopig ook wel blijven. De kaarten lijken geschud, maar volgens mij is de joker nog niet op tafel. Het grote probleem inderdaad waar we hier naar mijn idee voor staan, is in die zin de beste oplossing als zodanig voor Bokstel. En dan voor Bokstel is dat inclusief Lennersheuvel en dat is inclusief Kalksheuvel en dat is inclusief alle wijken. En niet alleen Oud-Luw centrum, want je moet je afvragen, wat is het centrum? Als je kijkt naar ons huidig centrum, dan zou je moeten afvragen of je juist niet eerder moet indikken in plaats van moet uitbreiden. Ik hoor mijn collega een aantal zaken noemen dat de Baroniestraat wel ontzettend druk wordt. Naar mijn idee is dat een aanname, want ik denk dat menig van ons die hier zit, als die even de kans krijgt, mijt je die straat. Want de hindernissen van stoplichten is te groot om vooruit te komen. En naar mijn idee stimuleert dat ook niet de doorgang. We krijgen wel een ander probleem. En combinatie 95 zet in principe, wijst precies op de zere plek waar het om gaat. De Oost-West-verbinding wordt doorbroken. We hebben slechts nog een Noord-Zuid-verbinding. Op die Noord-Zuid-verbinding zal ontzettend veel verkeer inderdaad zijn weg zoeken. En dan kunnen we met z'n allen wel roepen. Geen sluipverkeer, maar we dwingen ze tot sluipen. En dan inderdaad, zoals Balans al noemde, we praten over de Leenhoflaan, we praten over Essenheiken, we praten over de Meeslaan, Halderheiweg, Ridder van Kuikstraat en wat te denken inderdaad van de Jacob Roeland als we het toch hebben over scholen waar mensen inderdaad hun weg zullen moeten gaan zoeken. Nou kun je afvragen, weegt dat op in die zin tegen inderdaad de Baroniestraat? De Baroniestraat is historisch gezien altijd een doorgaande weg geweest en dat moeten we niet nu doen alsof dat in één keer niet het geval is. Dat daarmee inderdaad mogelijk extra druk zal komen, nogmaals, dat is mijn idee een aanname. Ik had het over een sluipdorp. De werkgevers waarschuwen voor een slaapdorp. Of liever gezegd, men vreest dat de economische ontwikkeling op de Vorst in die zin last zal krijgen van deze afsluiting. Dan heb ik het nog niet eens over Kalksheuvel, daar hebben we het niet over ontsluiting, maar afsluiting van twee kanten. Even dan terug naar de economische ontwikkeling. De Keulse baan, waar u over hebt, meneer Mannion, die komt er wel. Dat heb ik al eerder gezegd. Dat is niet het geld waar we het over hebben. De Keulsebaan bij de ontwikkeling van de Vorst als zodanig, en als het ons al lukt, inderdaad met ook andere zaken die over ons hoofd hangen, die de ontwikkeling tegenhouden als schaliegas, maar mochten we die fase voorbij zijn, en we praten niet over volgend jaar, we praten over de komende 10 jaar, dan zal zeer zeker dat bedrijventerrein tot ontwikkeling komen en dan komt die Keulsebaan er vanzelf. Dat is nooit het probleem geweest en volgens mij was dat ook nooit een strijdpunt hier. Nu gaat het over een fietstunnel of een autotunnel en waarom zeggen wij dan ook niet beide? Nu heb je de kans, inderdaad zoals ook Balans zei, je hebt nu de kans met cofinanciering dat te realiseren. Die kans krijg je dus nooit meer. Afsluiten wel, dat kun je morgen doen, maar alsnog teruggaan naar de provincie of naar het Rijk of naar ProRail, alsjeblieft, mag het iets breder zijn, dat zit er niet in. Dicht is dicht, dat mogen helder zijn. Als we dan kijken, als zodanig, naar de leefbaarheid, dan moet je inderdaad afvragen, wat weegt af? Wat weegt af tegen het sluipverkeer? Wat weegt af in die zin tot extra drukte op Noord en Zuid? En ja, er komen inderdaad mensen vanuit Schijndel die inderdaad mogelijk richting Oosterwijk willen en die mogelijk richting Tilburg willen. Hoe gaan ze hun weg nu vervolgen? We kennen denk ik allemaal de route al en iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur daarin. Naar ons idee, zoals we de krant hebben mogen vernemen en ook ons collega hebben mogen horen, lijken de kaarten, zoals ik zeg, geschud. Toch willen wij nog een poging doen om in die zin daar wat ruimte in te scheppen en daarvoor dienen wij een amendement in, die nu denk ik wordt rondgedeeld, een tweetal. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan wil ik verder gaan met de heer Van der Ven. Nu u het woord. Dank u wel, voorzitter.
Als eerste hoor ik veel van mijn raadscollega's en de afgelopen dagen ook spreken over een historische avond, een historisch besluit en zelfs hier en daar over een historische fout. Mag ik u allemaal even meenemen naar het GVVP van 2008, waarin staat dat er gekeken wordt naar een oplossing voor langzaam verkeer bij de dubbele overweg, verbreding van de Kulsebaan en een VLK. Dat betekent, dit historische besluit hebben we al genomen. En daarom, zoals wij het al eerder hebben gezegd, was het proces van het afgelopen jaar betreffende ons volledig onnodig. Het was veel eerlijker en transparanter geweest om tegen mensen te zeggen en tegen alle partners te zeggen, kijk, dit is wat wij gekozen hebben in 2008. Zullen wij proberen dit zo goed mogelijk op te lossen voor iedereen? En wellicht hadden we dan iets wat meer acceptatie gehad en hadden we meer kunnen inzoomen en kijken naar de problemen die er zijn gekomen. Nee, wat hebben we gedaan onder leiding van de vorige wethouder? We hebben gekeken of dat we alsnog iedereen bij elkaar zouden kunnen krijgen om te komen met oplossingen. En waar komen we uit? Inderdaad, bij precies dezelfde oplossing. En dat het leeft in Bokstel, dat is me heel erg duidelijk. De afgelopen dagen hebben we vanuit verschillende kanten kunnen horen en heeft men uit verschillende kanten geprobeerd om om invloed uit te oefenen op de politiek. Zeker niet als laatste de ondernemers van het web. En ik moet ze daar echt mee complimenteren. Ik vind de manier en de wijze waarop ze het hebben gedaan, vind ik van moed getuigen en vind ik ook een hele goede manier. Ik ben altijd blij als mensen op een duidelijke manier, die allemaal dezelfde kant op kijken, om op die manier hun mening te kunnen uiten en te willen uiten. Maar ze hebben ons niet kunnen overtuigen. Ik snap de onrust en ik snap ook de angst voor de tweedeling, zoals die genoemd wordt. Ik denk echter dat met de variant B14-B15, subvariant C6, met de omleiding via de Kulsebaan en met daar extra maatregelen rond Rotonde de Goor en een Talkweg, er wel degelijk een oplossing zit en een tweedeling voorkomen kan worden. Wel moet er gekeken worden, zoals combinatie 95 zei, naar de mogelijkheden om sluipverkeer tegen te gaan. Noord, de Leenhoflaan en dergelijke zullen daar last van krijgen als we geen maatregelen nemen voor verkeersremmende of verkeersontmoedigende maatregelen. Maar er moet een keuze gemaakt worden. En die keuze zijn wij altijd helder in geweest, is betreffende ons een fietstunnel. De voornaamste reden daarvoor is het autoluw maken van het centrum. Wij denken hoe dan ook dat, en welke cijfers er ook liggen, dat in ieder geval er een aanzuigende werking zal zijn bij een autotunnel voor het eerste deel van de Baroniestraat en voor de Annastraat. Dat worden snelwegen, dat wordt zo ongeveer de noordelijke ontsluitingsweg. Ik denk dat we daar niet voor moeten kiezen. Dan zijn er nog mensen die zeggen, ja, maar als Vught 100 miljoen durft te vragen, of die zeggen, ja, maar het is ProRail zijn probleem. Laat duidelijk zijn, dit is waarschijnlijk de enige en nog zeker de laatste keer dat we sowieso iets kunnen verwachten van ProRail en van het ministerie. ProRail heeft niet de verplichting om hier iets te doen, simpelweg omdat hier treinen rijden. Dus als er nu geen beslissing valt, betekent dit dat virtueel gezien de overweg ook dicht gaat. Want die is dan 52 minuten van het uur, is die dicht. En dan kunnen we er net zo goed een hek omheen zetten. Er zijn andere redenen om een autotunnel niet te prefereren. En één daarvan is, en daarom verbaast mij de motie van Balans, de autotunnel is een stuk minder praktisch inpasbaar volgens het rapport, wat meneer Van der Zanden waarschijnlijk ook kent, en is financieel een stuk minder haalbaar. U en ik weten allebei met welk budget wij mogelijk kunnen bewegen om geld te krijgen. En de 51 miljoen, als ik het goed heb uit mijn hoofd, plus of min 20, plus 30%, komt daar al heel snel buiten. Dus onze keuze is duidelijk. Overigens wel een, we zullen het amendement van de coalitie en de motie zullen we ondersteunen. En op de rest zullen we ons nog beraden. Tot zover. Wil ik nu het woord geven aan de heer Van Helmond. Ja, dankjewel voorzitter. Ja, we staan inderdaad vanavond voor een zeer belangrijke beslissing en die ook ver naar de toekomst zijn impact zal hebben. Het is nu ook geen moment om een politiek spel te spelen. Iedereen weet dat Balans zijn overwinning heeft behaald met onder andere het thema dubbele overweg, om duidelijk te kiezen voor een volwaardige autotunnel. De coalitie kan hier nu niet omheen.
door toch anders te kiezen. Dus gaan we omrijden met als gevolg extra uitstoot van CO2, fijnstof en tweedeling van Boxtel. Of toch maar voor het wijgevoel van alle inwoners. Kort gezegd, eromheen of eronderdoor. Boxtel kan uw tweedeling voorkomen door de juiste keuze te maken. Boxtel biedt veel werkgelegenheid. Bij de afweging om als bedrijf een goede vestigingsplaats te kiezen of uit te breiden, is bereikbaarheid erg belangrijk. Economie is een belangrijke pijler voor Boxtel. Ladonk zorgt voor veel werkgelegenheid. Waar weinig over gesproken wordt, is het vrachtverkeer dat nu nog meer hinder gaat ondervinden van het overige verkeer wat nu allemaal over die ene route wordt gedwongen. Eerst wordt al het vrachtverkeer uit het centrum geweerd en nu sturen we het woon-, winkel- en werkverkeer via de route voor vrachtauto's. Luister toch eens naar het bedrijfsleven. Koester de mooie bedrijven en jaag ze niet weg. Al de werknemers die dagelijks naar hun werk gaan, worden door een Partij van de Arbeid GroenLinks gedwongen om te gaan fietsen of om te rijden. Wij kunnen ons niet voorstellen dat zij daar blij van worden. Om een volledige en volwaardige wijk geheel van het centrum af te sluiten, is in deze tijd niet meer denkbaar. Deze mensen zijn allemaal afhankelijk van het winkelaanbod in het centrum. Voor alle voorzieningen zullen zij aan de andere kant van de spoorlijn moeten zijn. Ook toerisme mogen we niet vergeten, een van de speerpunten. De pijler toerisme waar Boxtel zo op wil inzetten. Alles uit de richting Oosterwijk, en dat is best veel, ben je kwijt in het centrum. Bovendien is uitsluitend het fietstunnel radicaal in strijd met de intentie om een fossielvrije gemeente te willen worden. Hoe hypocriet kun je zijn? Geen schaliegas inzetten op alternatieve energie, fossielvrij, maar de overweg afsluiten voor autoverkeer en verplicht 7.500 auto's minimaal 3 kilometer om te laten rijden. Dat is op jaarbasis 2 miljoen kilometer per jaar. Echt fossielvrij. En waar blijft de combinatie 95 met hun groene en duurzaamheidsgedachte? Wat te denken van de Partij van de Arbeid GroenLinks? Dat groen kunnen ze beter weglaten op dit moment. De klankbordgroep Regenboog heeft zich unaniem uitgesproken tegen afsluiting van de dubbele overweg. Waarom luistert u daar niet naar? Wat voor nut heeft een adviesorgaan als u geen rekening wilt houden met deze vorm van participatie? Is alle energie die in de regenboog is gestoken voor de vorm geweest? Alleen bedoeld de indruk te wekken dat er naar burgers en belangengroepen wordt geluisterd? Het beleidsprogramma heeft de titel Samen verder de burger centraal, maar heeft een andere insteek gekregen na de breuk in het college. Namelijk Samen verder de fiets centraal. Wij als VVD hebben sterk de indruk dat dit college samen met de coalitie absoluut de weg kwijt is. Diverse missers hebben we al gezien. De braken, het schaliegasdossier, KV-station, de rots en vanavond dreigt er weer een misser bij te komen. Deze beslissing voor variant B14-B15 is genomen op basis van een rapport dat uitgaat van onjuiste gegevens. Het basisjaar 2007 komt totaal niet overeen met de tellingen van oktober 2010 en februari 2012. Het probleem wordt nu verlegd. Daarom zouden wij eerst een proef, zoals eerder voorgesteld, door het web willen zien. Helaas vindt men dat niet nodig. De meerderheid van onze inwoners is voor de variant CV9, een autotunnel voor alle verkeer, uitgezonderd vrachtwagens. Het probleem dat opgelost moet worden is de dubbele overweg en daar is maar één oplossing voor, een volwaardige autotunnel. De VVD is er zich van bewust dat we geen extra verkeersbewegingen in de Bareniestraat willen. Dit probleem is met verkeerskundige aanpassingen te reguleren. Alleen een fietstunnel bouwen is onverantwoorde geldverspilling en daar doen wij als VVD niet aan mee. Een dure fietstunnel voor ongeveer 650-700 fietsers is onverantwoord, terwijl 300 à 400 meter verderop ligt al een fietstunnel. Het wordt tijd dat we eens verder kijken dan onze eigen straat. Ik wil daarom nu nog een oproep doen aan de andere fracties om voor het algemeen belang van Boxtel te kiezen en geen politiek spel te spelen. Verder wil ik me aansluiten bij het verzoek door balans gedaan voor hoofdelijke stemming dadelijk. Dank u wel.
De heer De Koning. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de drukte op de publieke tribune bevestigt het al. Na het schaliegasdossier staat er voor een tweede keer dit jaar een zwaar item op de agenda. Hoe regelt Boksel de verkeersproblematiek rond de dubbele spoorwegovergang? Veel varianten verschenen op de tekentafel, werden besproken en gepresenteerd aan de Bokselse bevolking. Voor iedere variant was wel iets te zeggen. Het zij in positieve, het zij in negatieve zin. Dit was geen eenvoudige beslissing voor ons. Binnen bestuur en leden van Inbox, en dus ook binnen degenen die de partij binnen de raad en diverse commissies vertegenwoordigen, was een eerste aanzet verschil van mening. Niets mis mee, we waren er allen van overtuigd dat een eindbeslissing onze eindbeslissing zou zijn. Op 23 april van dit jaar waren er van de meer dan 40 mogelijkheden nog 6 mogelijkheden over. Deze raad heeft toen unaniem besloten om er maar 2 verder te laten onderzoeken. Een autotunnelvariant en een fietstunnelvariant. Waarbij de mensen na lading met de auto niet meer door het centrum kunnen rijden en de mensen op de Kalkheuvelomgeving met de auto iets verder moeten rijden om in het dorp te komen. Waar we ook voor kiezen, het is altijd voor iemand niet goed. Maar het beleid van deze gemeente ligt onder meer vast, het is al eerder gezegd in het GVVP. Hierin is gekozen voor een autoluw dorp en centrum, waardoor we eigenlijk niet kunnen kiezen voor een verkeersaanzuigende autotunnel. Nogmaals, een moeilijke keuze, maar met respect voor iedereen die hier anders over denkt, we kunnen geen maatregelen nemen die in strijd zijn met beleid, zijnde het GVVP. En we willen ook absoluut niet 30 jaar terug in de tijd, toen het levensgevaarlijk was om op de fiets door delen van Boksel te gaan. We willen het liever niet herinneren aan de verkeersdoden die destijds in Boksel zijn gevallen door kruisend en doorgaand verkeer, omdat we de huidige Keulse baan maar niet konden realiseren. Die dreiging willen we niet terug. Is het woord dreiging terecht? Wij als Inbox menen van wel. Zoals gezegd, wie kan er ons op dit moment beweren met een veilig gevoel door de Bareniestraat en de Monsje-Willemstraat te fietsen? En nog meer verkeer zal dit gevoel alleen maar aanwakkeren en wellicht ook weer een keer een slachtoffer gaan eisen. Zoals de burgemeester al aangaf, de tijd van praten is voorbij, we moeten gaan beslissen. De beslissing die wij nemen is ons inziens de enig juiste. Maar wij proberen verder te kijken, omdat dit besluit een werking voor zeer lange tijd kan hebben. Door dit besluit veranderen de verkeerssituatie op de Noord-Zuidas, Bossenweg, Brederodeweg, Eindhovenseweg, baart ons zorgen. Wij als Inbox voorzien namelijk grote problemen op die Noord-Zuidas. Nergens in het voorstel is namelijk rekening gehouden met deze Noord-Zuidas. De rotonde Schijndelseweg, Brederodeweg zal een en ander nog wel kunnen behappen. Grotere zorgen maken wij ons over de veiligheid op en rond de rotonde, Hobbedonkseweg, Eindhovenseweg, waar drukte nu al regelmatig tot drukke en gevaarlijke situaties leidt. Aan de westzijde van het spoor plannen we de zogeheten VLK. Een goed plan, waardoor de bewoners van de Kapelweg in navolging van die van de Bareniestraat na jaren van overlast op wat verkeersrust mogen gaan rekenen. Deze VLK dient echter niet te mogen worden onderbroken door een spoorwegovergang. Het wordt wat ons betreft dus er onderdoor. Dat is een cruciaal punt voor Inbox. Voor de verkeerssituatie op de Noord-Zuidas en voor extra maatregelen door de te nemen verkeersmaatregelen binnen Boksel, hebben wij in coalitieverband een amendement en een motie voorbereid, een pakket aan extra maatregelen om een goede doorstroming op de Noord-Zuidas te garanderen en maatregelen dat onder andere de mensen uit Lenneseuvel veilig aan het fietsverkeer kunnen blijven deelnemen, maar ook maatregelen voor het Kalkheuvel, Mezelaan, etc. Wij realiseren ons terdege dat wat wij vanavond ook beslissen, nooit door de gehele bevolking van Boksel zal worden gedragen. We hebben echter getracht een zo integer mogelijk besluit te nemen en zijn er zeker van dat de toekomst uit zal wijzen dat dit de juiste is. We hebben nog wel een vraag en een kanttekening. Dat is, kan het college garanderen dat het ministerie akkoord zal gaan met de aanvullende maatregelen zoals verwoord in de motie en het amendement, wat we ingediend hebben? Gaat het ministerie financieel meedoen met onze wensen? Niet mee financieren geeft een grote lastendruk voor Boksel en dan zijn de plannen onbetaalbaar. Daarom wil de fractie van Inbox voorstellen om van het raadsbesluit vanavond een principebesluit te maken. Als wij als gemeente Boksel zelf alle zeer noodzakelijk aanvullende maatregelen moeten gaan bekostigen, zouden we alsnog kunnen overschakelen naar de andere variant, welke dan wel volledig meegefinancierd zal worden. Wel of niet meefinancieren zou dan een argument kunnen en moeten zijn voor een andere keuze. Tot zover. Als wij het voor elkaar krijgen, met elkaar, om aan de zuidzijde de kraan voldoende wijd open te krijgen, denk ik dat uiteindelijk de economie daar het meest van zal profiteren. Het is een kijk die wij als college bekeken hebben. En die kijk zien wij ook als zodanig, omdat we weten uiteindelijk dat die tunnel toch niet het rendement gaat halen om een dichtlopende talkweg op te vangen. En als hij dat wel gaat doen, dan hebben we een heel groot probleem in Boksel.
Want dan is de tweede uitweg de enige uitweg en dat betekent dat hij door het centrum gaat lopen. Dus van daaruit hebben wij gezegd, ga volop investeren in de weg omheen en aan de zuidkant. En natuurlijk, als je daarin gaat investeren, zie je dat het rapport misschien nog onvolkomenheden heeft, zoals sommigen constateren, waarvan wij denken dat we op dit moment een besluit aan het voorleggen zijn bij u op hoofdlijnen, wat een principebesluit is en waarvan wij, nadat u de keuze gemaakt heeft, een bestuurlijke overlegging gaan en met provincie en met het Rijk en met ProRail, om te kijken wat wij aan financiën binnen kunnen halen, maar waarbij wij ook verder gaan met elkaar met de uitwerking. Dit is een uitwerking op hoofdlijnen. En op het moment dat wij in die uitwerking met elkaar problemen gaan tegenkomen, zoals sommigen hier suggereren, die kunnen we nu nog niet ontdekken, maar die kunnen er natuurlijk altijd wel zijn. Wij moeten als gemeente altijd verantwoordelijkheid nemen, en dat is volgens mij in het verleden altijd gebeurd, op het moment dat problemen zich voordoen. Er wordt hier gevraagd om een extra setje maatregelen, die wij met het geld dat wij zelf hebben niet kunnen financieren. Maar ik snap wel dat wij zaken naar de toekomst en met de uitwerking tegen kunnen komen. Wat mijn voorstel hierin zou zijn, is dat wij toch met het Rijk, met ProRail, met de provincie praten over een soort frictiebudget. Een budget wat wij zouden kunnen gebruiken, zeg maar tot een aantal jaren na het sluiten van de overgang, om eventuele problemen in de doorstroming op de plekken die we nu nog niet voldoende voorzien hebben, mogelijk te maken. Een frictiepot, hè, want waarom zeg ik dat? Als wij nu moeten aantonen dat we extra geld nodig hebben, zullen we dat moeten onderbouwen. Berekeningen laten dat op dit moment niet zien. Dus ik heb geen schijn van kans om zaken voor te leggen die in de berekeningen nog niet duidelijk zijn, omdat ik dan van niemand financiering zal krijgen. Wel wil ik al die zaken die u hebt, die in die zin op de variant eromheen die u aangeeft, wil ik meenemen. En daarbij wil ik u zeggen dat ik kan proberen om daar een soort frictiemaatregel in de toekomst voor te krijgen. Dat is afwachten, want wat doen wij na dit proces? Als we met z'n allen besloten hebben, en ik hoor dat we vanavond aan besluit gaan, en dat waardeer ik ook enorm, van alle kanten, zowel de voor- als de tegenstanders, want ik bedoel, het is gewoon een open, goede en respectabele discussie, dan gaan wij in bestuurlijk overleg praten over het geld wat erbij hoort. Wetende dat wij op dit moment te weinig geld hebben. Ja, er zijn een hoop zaken gezegd, maar vooral hebt u met elkaar een discussie gevoerd over waarom u vindt dat u elkaar moet overtuigen. Ik heb meegeluisterd omdat het college natuurlijk ook een stelling heeft neergelegd. En niet in de zin van de stelling, dat heb ik u de vorige keer al gezegd. Het college geeft een advies, maar de keuze is echt dit keer gewoon aan u. En u mag het college volgen. En als u dat niet doet, dan even goed, maar uiteindelijk zal het besluit hier moeten vallen. Er is ook al aangehaald vandaag dat we al veel beleid in het verleden gemaakt hebben. Daar ben ik niet bij geweest, maar ik heb dat beleid wel even nagekeken. En ik zie dat in de lijn van het beleid en de besluiten dit wat we nu doen wel past. En, en in die zin kunnen we het ook omarmen. Maar nogmaals, als we het omarmen, moeten we wel met elkaar, en daarmee is de zorg die mensen die een andere mening toegedaan hebben wel heel erg duidelijk, wij moeten met elkaar wel zorgen dat het naar de toekomst toe blijft lopen. En wij moeten zorgen dat er geen winkels kapot gaan, zoals ik gelezen heb. Of zaken de bietenbrug opgaan, of ik weet niet welke term ik allemaal gelezen heb. Dat moeten we zien te voorkomen. En volgens mij kunnen alle tweede varianten maatregelen getroffen worden, waardoor dat niet gebeurt. Een paar kilometer omrijden is geen dodelijke maatregel voor Ladonk. Een veel dodelijkere maatregel voor Ladonk is een schijnoplossing die een tunnel eigenlijk geeft te implementeren, waarbij naar de toekomst de zaken wij niet kunnen garanderen, omdat ik zeker weet dat ieder raad op grond van leefbaarheid over 2 of over 3 of over 4 jaar weer maatregelen gaat nemen om de kraan dicht te draaien. Dus zoek naar een goede oplossing aan de zuidkant. Dan ga ik verder met de tweede termijn en dan wil ik de heer De Koning als eerste het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, u heeft net antwoord gegeven, uitgebreid antwoord gegeven op al onze vragen, opmerkingen. En wij zijn daar erg tevreden mee. En wat betreft de moties en amendementen zullen wij ook het advies van het college overnemen. Dank u wel. Meneer De Koning, u gaf net in uw eerste termijn voor mij een verrassende uitspraak door aan te geven, als er geen budget komt voor alle plekken waar het op dit moment te voorzien is dat problemen ontstaan,
dat voor u dan de principiële keuze opnieuw op tafel komt. Daar vonden wij, waren wij in ieder geval heel blij mee, want dat biedt in ieder geval perspectief ook naar de toekomst toe. Als wij dat toe zouden voegen aan het amendement, als punt 6, en amendement 3 is dat, als aan punt 6, dan komen u helemaal aan uw wensen tegemoet. Dus als er in de gesprekken met de provincie en met het ministerie onvoldoende frictiebudget is, en de plekken zijn genoemd, dat dan, als er geen budget is, de principiële keuze opnieuw aan bod komt. Dat is eigenlijk wat u in de eerste termijn zei. Dus mijn voorstel zou zijn, zou u bereid zijn om dat ook zo in uw amendement toe te voegen. De heer De Koning. Voorzitter, volgens mij is ons eigen amendement van eenzelfde strekking. En ik wil graag erbij houden dat wij het college en de portefeuillehouder volgen in wat ze gezegd hebben. Dan gaan we nu verder met de heer Van der Ven. Dank u wel, voorzitter. Ik kan heel kort zijn. Fietstunnel is voor ons altijd een principiële keuze geweest. Daar hebben we hebben nooit iets anders verklaard, dus daar blijven we ook bij. Het advies van het college van de portefeuillehouder betreffende amendementen en moties zullen wij volgen in de stemming. Tot zover. Dank u wel, meneer Van der Ven. Dan ga ik verder met de heer Hekeman. Dank u wel. De vervolgstap. Ik hoor een aantal keren hier de uitspraak, het is een principiële keuze. Tegelijkertijd is het een geldkwestie. En ik ondersteun inderdaad de voorzitter dat, kijk naar het zuiden, kijk naar de Keulse baan, daar ligt het economisch gewin. Daar liggen ook inderdaad de kansen voor ontwikkeling en bloei. Dat ondersteun ik van harte. Tegelijkertijd, als we kijken naar leefbaarheid en niet alleen maar tot de kern van Boksel, maar ook ver daarbuiten, zeggen wij, dan is variant 7-9 zoveel meer aan de orde. En ik moet de heer Van der Zand inderdaad ondersteunen om te zeggen, die 7 miljoen, en dan zijn het er 9, dat is met alle respect peanuts voor de toekomst. Vergelijkbaar met verkeersmaatregelen die je zal al moeten nemen, wil je alle rotondes en overige maatregelen nemen, wil je geen sluitverkeer hebben. Er werd net iets genoemd rondom verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid regel je door het te reguleren. Wat we nu doen is niet reguleren, maar het vrijgeven als water wat de kortste weg neemt. En dat tegengaan vraagt met zoveel investeringen dat ik me kan voorstellen dat daar geen garantie voor valt te geven. Dat mogen een aantal partijen toch gevoelig zijn dat, en terecht de voorzitter zegt, ik zet me daarvoor in, dat waardeer ik. Tegelijkertijd, elk amendement die wordt ingediend, zal een bestuur sowieso zich voor moeten inzetten. Dus het biedt geen garantie. Het is een intentie die inderdaad te waarderen is, maar dat is wel anders als cash. Die cash zal al moeilijk zijn om dit bij elkaar te krijgen. Dus wat we nu doen, is een besluit nemen naar mijn idee, wat aan de ene kant positief lijkt en aan de achterkant nog zoveel meer problemen geeft dan dat we nu zelfs al kunnen overzien. Een aantal kunnen we al benoemen, velen nog niet. En naar mijn idee is juist, en dat was ook ons amendement daarbij, kies in die zin voor, mocht inderdaad er toch erachter komen dat die fout of dat sluitverkeer niet te herstellen is, dan hebt u met ons amendement nog altijd de keuze om deze te herstellen naar de toekomst. Wij zeggen niet, en dan weten we hoe de kaarten liggen, we weten dat het 8-14 is, maar met ons amendement kunt u juist nog de gedane mogelijke eventuele miskleun of fout, excuus voor miskleun, maar voor een fout besluit kunnen ze altijd nog herstellen. En dat is ook historisch om in feite achteraf je fouten te kunnen herstellen. Zover, bedankt. Goed, toelichting, meneer Hegeman, de heer Manin. Voorzitter, dank u wel. Laten we even vaststellen dat we vandaag een besluit nemen. Dat is één. Twee, combinatie 95 zegt, wij volgen het college in hun advies met betrekking tot de motiezender. Drie, wij vinden dat we nogmaals moeten benadrukken naar de burgemeester toe, dat de uitspraken die hij gedaan heeft, waarin hij niet 100% garantie geeft, waarin hij wel zegt, ik neem al die maatregelen die jullie genoemd hebben mee op een manier dat dat kan. Die nemen wij ter harte en dan zeggen wij, alsjeblieft, ga dat doen. Dat is één. En ik kop daar al vast dat wij eigenlijk moeten gaan eisen dat wij hierna het vervolgproces gaan volgen als raad. Dus wat mij betreft komt hij terug iedere keer in de raad wanneer er blijkt dat die lijn niet helemaal gevolgd kan worden. Dat betekent A, financieel. B, als het gaat over de maatregelen die genomen worden. Met name de belangrijkste die we genoemd hebben in het amendement.
Voorzitter, mag ik daar vragen over stellen? En tot slot wil ik het even afronden met de vraag van laten we alsjeblieft niet over miljoenen gooien. 7 miljoen wordt genoemd uit de doos gehaald van Wim van der Zanden, kennelijk uit vroegere historie. Ik haal uit de doos 1,5 miljoen, want het moet kosten om een fietspadje te verleggen naar de noordkant. Dan wordt er ineens gezegd door D66, we kunnen die tunnel wel even opwaarderen voor een paar miljoentjes of zo. Ik vind dat we die weg niet op moeten gaan, maar dat is geheel voor mijn rekening. Dank je wel. Dank u wel, meneer Mannion. De heer Hegeman. Voorzitter, de heer Mannion die zegt, we moeten het proces volgen. Je kunt het volgen gedurende het proces. Moet ik dat ook zo horen dat dit dus in feite een principebesluit is? Want mocht blijken dat als u het volgt, dat de te nemen maatregelen daar niet de financiële middelen voor zijn, dat u alsnog inderdaad in bent voor een andere keuze daartoe? Want u zegt een paar miljoentjes links, een paar miljoentjes rechts. Volgens mij is waar u over spreekt ook miljoenen. Moet ik erop reageren, voorzitter, of mag ik het laten schieten? Zelf vrij om wel of niet te reageren. Dus, wat ik zeg is gewoon heel simpel. En dat heeft u al lang toegezegd. U komt terug naar de raad op het moment dat niet die weg ingeslagen kan worden die door ons is voorgesteld en door u geaccordeerd. En meer zeg ik niet, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Van Erp. Voorzitter, dank u wel. Eén zaak wat ik vind wat vanavond onderbelicht is, dat is het probleem in Kalksheuvel van het overtollige verkeer. En ik denk dat het in ieder geval voorkeur gebiedt om in eerste instantie de Talkweg in ieder geval aan te gaan sluiten om te zorgen dat het overtollige verkeer uit Kalksheuvel een andere weg kan volgen. Niet alleen het verkeer vanuit Kalksheuvel, maar ook het verkeer vanuit het achterland van Kalksheuvel. Voorzitter, wij maken ons nog steeds heel veel zorgen over de cofinanciering. Wij weten wat er in de begroting staat, wij weten ook wat er in dit rapport staat. Alleen als je praat over 100 miljoen, je deelt die door 4 en je moet dan eenzelfde bedrag er ongeveer naast leggen, dan denk ik dat dat er nog niet ligt. Wij kunnen ook u maar heel veel wijsheid en heel veel geduld en heel veel doorzettingskracht toewensen om te proberen die cofinanciering helemaal rond te krijgen. Wij zullen overigens stemmen conform het voorstel van het college over moties en amendementen. Dank u wel, meneer Van Erp. Dan geef ik het woord aan de heer Maas. Okay. Ja, dank je wel, voorzitter. Ben ik te snel of meneer Van der Weteren? Oké. Ja, oké, dan ga ik verder. Nou, het mogen duidelijk zijn dat wij het collegebesluit voorstel volgen en dat we ook de adviezen betreffende amendementen en de moties overnemen. Zeker gezien het feit dat het plan zoals het nu ligt ook wat breder aangepakt gaat worden met de aanvulling amendementen en moties. Ik denk dat het ons alleen maar sterker maakt, ook naar ProRail en de provincie toe, dat we proactief denken en dat we zeker het project, noemen ze dat, integraal aan gaan pakken. Ik denk dat er hele sterke argumenten zijn en dat zeker vertrouwenswekkend over gaat komen en een hele nobele taak zal zijn. Want een amendement is inderdaad iets wat we wel opleggen om dat ook inderdaad mee te nemen. En de cofinanciering is tot nu toe al redelijk onzeker, mag ik wel zeggen, terwijl we wel de toezeggingen hebben van ProRail en het ministerie dat ze welwillend staan ten opzichte van dit verhaal. We zitten tot nu toe op zo'n 32, 33 miljoen met plus en min zoveel procentjes. En ik meen gelezen te hebben dat we toch zo'n beetje rond de 50 uittrekken. Nou, daar zal hier en daar misschien nog wel wat iets bij te krijgen zijn. Daar ben ik vast van overtuigd als we met een goed verhaal komen. Bij deze, dankjewel. Dankjewel, meneer Maas. De heer Van der Wetering. Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, het gaat hier om 7 of 8 miljoen. Het gaat om, volgens het voorstel, om een voor de totaalomleidingsvariant. Want er hoort ook de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg bij. Om 32,8 miljoen die we nodig hebben om alles te kunnen realiseren. Dus daar, ik ga ook vanuit dat dat de inzet is. Wij begrijpen heel goed als Bokstelsbelang dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen. Dat kan niet. Er zijn te veel verschillen en te veel opvattingen over. Maar het is wel duidelijk dat we een besluit moeten gaan nemen. En wij kiezen in ieder geval voor de optie B14 en B15. Ook zullen wij de adviezen van het college over de amendementen en moties volgen. En wij hopen dat de oplossing die er uiteindelijk komt, er uiteindelijk toe zal leiden dat de gemeente Boekstel er zelf beter van wordt. En daar hebben we wel vertrouwen in. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Wetering. De heer Van der Zanden. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb het zelden meegemaakt dat de voorstanders van een besluit zelfs zo nadrukkelijk de nadelen aangeven. Dus gewoon zeggen van, ja, we zijn het er wel mee eens, maar we zien wel alle problemen die op ons afkomen. Dat is precies hetzelfde als wat ik in de eerste instantie aangegeven heb, waar de nadelen zijn van de voorkeursvariant, waarom Balans kiest in ieder geval voor een andere variant. Ik zelf op het voorstel nakijk, inderdaad goed dat er een besluit valt. Daar is Balans sowieso voorstander voor, zeker ook gezien de kans die zich nu voordoet. Alleen is het wel jammer dat het volgens Balans in ieder geval het verkeerde besluit is. Wat er wel goed aan is, is dat er in ieder geval de VLK onderdeel uit blijft maken van allebei de varianten. Dus die zit zowel in de kosten van de fietstunnel als voor de andere variant, meneer Van der Wetering. Dus die zit gewoon in beide. En als je die gedragen dan bij elkaar telt, en je weet, dan weet je uit de berekening die je nu voorliggen dat ongeveer de Keulsebaan ongeveer tussen die 7 en die 9 miljoen kost. Als je die keuze maakt. Vandaar dus dat wij dus door opteren van bekijken of dat je nu een andere stap kunt zetten en die financiering kunt organiseren met het bedrijfsleven als je uiteindelijk de grond ook uit gaat geven. En qua volgorde, als het toch uiteindelijk de meerderheid van de raad gaat kiezen voor de B14-B15 variant, is het volgens mij een uitgemaakte zaak, zoals ook de heer Van Erp zegt, dat de VLK als eerste aan bod komt. En het is geen publiek geheim dat Balans nog steeds voorstander is van een volledige noordelijke ontsluitingsweg. Volgens mij ook geen publiek geheim, zowel als het ook destijds verwoord is in de raadsopdracht voor de verbindingsweg. Ik zie ook de worsteling waar onze voorzitter van de raad mee doende is in zijn rol als portefeuillehouder. Hij krijgt een vraag van er is extra budget nodig. Gezien de discussie hier kan hij nu niet vertellen van dat zal waarschijnlijk een heilloze missie zijn. Dus moet ik een beetje omzichtig op de vraag gaan antwoorden. En zeg ik ga mezelf erover inspannen, maar garanties kan ik niet geven. Ik snap wel die worsteling. Ik snap ook dat het nodig is om nou per politiek de meerderheid te halen. Om in ieder geval die knelpunten nog voldoende aandacht te geven. Maar als je zoveel knelpunten hebt, ja, dan vraag ik waar de realiteitswaarde daarvan zal zijn. Zal de toekomst ook uitwijzen als u terugkomt van uw overleg. Als ik kom op de moties en amendementen, dan heb ik, zal het duidelijk zijn dat Balans zijn eigen amendement gewoon in stand houdt en in ieder geval daar ook voor zal stemmen. Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? Dat mag u zeker. De heer Van der Zanden die geeft zojuist aan dat hij zelden heeft meegemaakt dat mensen die voorstander zijn van een variant, dat ze eigenlijk zoveel nadelen noemen en daar maatregelen voor vragen. Ik zou u willen vragen, meneer Van der Zanden, u bent ook zelf intensief bezig geweest met dit dossier. Doet u ook eens een poging om de nadelen van uw variant te benoemen? Waardoor ook gewoon meer evenwicht ontstaat in de variant. Want we weten allemaal dat het heel moeilijke keuzes zijn. En het is juist de kracht, denk ik, om aan te geven van dat welke variant je ook kiest, dat er echt aanvullende maatregelen genomen moeten worden om ook tot een goede keuze te kunnen komen. En u zet ons net gewoon weg, op een bepaalde manier. Ik denk dat de kracht is om ook aan te geven dat uw variant, waar u zo sterk voorstander bent, dat die ook enorm veel maatregelen vraagt. Ik ben er helemaal mee eens. Ik heb net al aangeduid dat in de variant, als gekozen wordt voor een autotunnel, op termijn, en dat heb ik ook duidelijk al aangegeven, die aanpak van die Keulsebaan gezamenlijk tot bod lieten komen. Dat is het belangrijkste knelpunt wat er zit als je kiest uiteindelijk voor een autotunnel op dit moment. Maar dat is wel iets wat je gezamenlijk kunt aanpakken met het bedrijfsleven. Daar zit het belangrijkste knelpunt van de autotunnel variant. En ik baseer me daarop, en niet zoals de heer Manning zegt op voorkennis, nee, ik baseer me gewoon op de kaartjes die zitten in de bijlagen van de rapporten in ieder geval. Waarin de kaartjes duidelijk is waar het met rood en groen oplicht in de bijlagen van de rapporten. Dus dat is meneer Schalks helemaal mee eens. Dat is het belangrijkste knelpunt van als je kiest voor een tunnel, een autotunnel, die zeer geschikt is voor fietsers en voor voetgangers op de plek van de dubbele overweg. Daar zit het belangrijkste knelpunt en wij denken dat dat op te lossen is. En daarvoor zou je nu de juiste keuze in onze ogen moeten maken. Ik was bezig met het antwoorden op de amendementen nog even. Ik denk, voorzitter, dat ik heel even mag reageren. Dat er meer knelpunten zijn, dat weet de heer Van der Zanden ook. En het is de kracht, denk ik, om ook die gewoon te benoemen.
en daar gewoon ook heel open in te zijn. Goed, het woord is aan de heer Van der Zander. Ja goed, ik heb net aangegeven dat het belangrijkste knelpunt waar dat op zit in ieder geval. Ik heb ook een belangrijk knelpunt wat er sowieso bij elke variant zit als je daar kijkt. En dat is met name problematiek rondom de leenaflaan. Er zit voor elke variant een belangrijke probleem. Ook al hebben we eerst gedacht met een besluit in april dat daar de problemen mee zouden vallen. Maar die komen gewoon toch in ieder geval in dat gebied met welke variant je ook kiest ook aan bod. Dus er zit niet echt het verschil, maar er zit wel ook een knelpunt in ieder geval. Ik ga eerst de amendementen in stemming brengen. Dat zal ik doen per handopsteking. Er is gevraagd om het besluit wat daarna komt hoofdelijk te doen. Daarna zal ik de moties behandelen. Kan dat uw goedkeuring wegdragen? Goed. En dan breng ik als eerste in stemming het amendement. Amendement 1 van balans. En dat is tunnel voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Wie is er voor dat amendement? Dat zijn 5, 6, 7, 8 mensen. En de rest tegen, dat betekent dat het amendement verworpen is. Dan gaan we door naar het tweede amendement. En dat is het amendement van de fietstunnel in variant B14-B15 van D66. En dat gaat over wat u net zei. Dat amendement wil ik in stemming brengen. En ik wil u vragen om degene die voor het amendement is de hand op te steken. Dat zijn 8, 9 mensen. En dat betekent dus dat 8 mensen en dat betekent dus dat de motie of het amendement voorop is. Dan gaan we verder naar het amendement. Amendement 3. En dat is het amendement van Inbox combinatie 95 en PvdA GroenLinks. En dat is het amendement varianten studie Tongerstraat aanvullende verkeersmaatregelen. Ik wil het amendement stemming brengen en ik wil vragen wie is voor het amendement. En dat is op de fracties D66 en balans na. Dat betekent dat de motie is aangenomen. En VVD, sorry. En dat betekent dat de motie is aangenomen. Dan gaan we naar het amendement 4. En dat is het amendement van D66. Amendement oplossing knelpunt rotonde Bos Eind. Ik wil u vragen wie er voor die motie is en uw hand op te steken. Ja, dat is gewoon aangenomen. Deze amendement gehad hebbende, concludeer ik dat we nu overgaan naar de moties, de twee moties. Misschien eerst het besluit, hoofdelijk stemt. Bedankt, ik merk dat we vandaag vele voorzitters hebben. Hartstikke fijn. Ik ben blij dat u meeleeft. Ik ga naar het besluit. En als het gaat over het besluit, wil ik dadelijk hoofdelijk gaan stemmen. Ja. En ik wil u eerst voorleggen dat het besluit volgens mij aangepast moet worden. En dat betekent dat punten 1 en 2 overeind blijven. En punt 3 vervangen gaat worden te kiezen voor een omleidingsvariant B14, B15, variant 6. Want anders wordt er geen keuze gemaakt. En bij punt 4... deze variant te brengen in de gesprekken met het ministerie en de provincie over de financiering van deze oplossing. Kunt u dat besluit als zodanig volgen? Er zal nog één punt aan toegevoegd worden aan aanleiding van ons amendement wat net was aangenomen. Ja, nog eentje. Ja, goed, maar de amendementen die zijn goedgekeurd, dus die worden als zodanig aan het besluit direct aangehecht. Prima. Dus we kunnen gewoon voor het besluit stemmen, want de amendementen zijn al vastgesteld en die worden dan aangehecht. Doen we het zo? Bent u het mee eens? Ja? Dan heb ik het besluit op die manier veranderd en dan begin ik bij nummer 20. En dan gaan we hoofdelijk stemmen en dan beginnen we bij de heer Voets. Voor. Dan ga ik naar mevrouw Vos. Jammer, maar ik ben 2 keer tegen. De heer Van de Wetering. De heer Van Zuilen. Tegen. De heer, of mevrouw Van Alphen. Tegen. De heer Van den Broek is niet aanwezig. Mevrouw Van de Einde. Voor. De heer Elting. Voor.
De heer Van Erp. Voor. Mevrouw Van Giersbergen. Voor. De heer Hegeman. Tegen. De heer Van Helmond. Tegen. Mevrouw Van der Hoven. Voor. De heer De Koning. Voor. De heer Lauwers. Tegen. De heer Maassen. Voor. De heer Mannien. Voor. En de heer Permetier. Voor. Dan gaan we verder met de heer Safalau. Tegen. De heer Schalks. Voor. Mevrouw Van der Sloot. Voor. De heer Van der Ven. Voor. Dan de heer Van der Zanden. Tegen. Dan is met 8 tegen en 14 voor het voorstel aangenomen. Met uw goedvinden. Nog even stilte alstublieft. Dan gaan we verder met de moties. Dan begin ik met de motie 1. En dat is een motie van Inbox Combinatie 95 en PvdA GroenLinks. En dat is de variantenstudie Tongersstraat aanvullende verkeersmaatregelen. Ik wil u vragen bij handopsteking wie voor dit voorstel is. En dat is iedereen op VVD D66 en balans na. Dat betekent dat de motie is aangenomen. Dan gaan we verder naar motie 2. En de motie 2 is van balans. En de motie van balans gaat over de fietstrap. Gaat over de fietstrap en het praktische oplossing zoeken voor de fietstrap in de toekomst. Ik wil u vragen wie voor die motie is bij handopsteking. Dat is mooi, dan kunnen we eindigen met een unaniem besluit over de fietstrap. En dat betekent dus dat de motie is aangenomen.